De voorgestelde keuze om de postbank helemaal af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer roept positieve en negatieve reacties op. Toch zijn inwoners van Rhede daags voor de raadsvergadering vooral voorstander van de afsluiting. Ik heb een keer gehad dat ik met de fiets door de files die er stonden, niet in de IVN-tuin waar ik dan werk, terecht kon komen. Makkelijk. Ik moest slalom over de stoep die zelfs ook al bezet was met auto's. Nou, in het weekend kom ik sowieso niet op de postbank omdat ik het te druk vind. Ik vind het wel jammer. Ik woon hier al heel lang, 30 jaar. En ik vind het goed zo. Er moet wel een beetje leven in zitten hier, toch? Ja, ik denk dat het nodig is om actie te nemen nu. In het begin heb ik daar wel gelopen met mijn vriendinnen en zo, maar... Nee, de laatste tijd niet omdat het te druk is, want dat maakt me echt allemaal niet uit. Als ze netjes aan de regels houden, heb ik er geen problemen mee. Dat moet misschien nu eindelijk een keer gebeuren. Maar dat moet dan wel ook met parkeren goed geregeld of openbaar vervoer. En dan kan je ook op de postbank komen. Als er maar goede maatregelen komen voor degenen die daar ook heel graag willen zijn en er moeilijk kunnen komen. En uiteindelijk zal in de nuance zullen nog de... bepaalde dingen beslecht worden, zoals veel besproken, de toegang voor minder valide en dergelijke. Ik kan me niet voorstellen dat gemeenteraden daarmee akkoord gaan en dat daar oplossingen voor worden gezocht. Ja, dus misschien dat ze een plan, iets kunnen bedenken dat mensen daar toch makkelijk kunnen komen. Morgenavond bespreken de gemeenteraden van Rheden en Roosendaal het plan gezamenlijk. Begin november is duidelijk wat de keuze wordt.